Welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag gaan we het hebben over trainen. Hoe vaak in een week moet je trainen? Hoe vaak moet je trainen om af te vallen, sterker te worden of spiermassa op te bouwen? Komt-ie! Ik ga ervan uit dat wanneer je bij deze video bent gekomen, je of een beginner bent, nog nooit hebt gesport, of dat je al wat langere tijd traint, zeg misschien 2 jaar of zo. Of dat je misschien zelfs al 10 jaar traint, maar nog nooit echt serieus hebt getraind. Dat je altijd bent wezen gaan fitnessen zonder echt een bepaald gelezen focus doel te hebben. Ik heb de 3 meest voorkomende doelen met wat fitness betreft op het bord geschreven. Nummer 1 is afvallen, nummer 2 is spieren kweken en nummer 3 is kracht opbouwen. We beginnen bij punt nummer 1, afvallen. Kun je afvallen zonder dat je gaat sporten? Natuurlijk kun je afvallen zonder dat je gaat sporten. Dat is een kwestie van minder eten, klaar. Maar hier staat bewust afvallen. Waarom staat er geen vetverlies? Je kunt namelijk ook 10 kilo afvallen. Maar als je 10 kilo afvalt en 5 kilo daarvan is spier en 5 kilo daarvan is vet, dan is er een best grote kans dat je er, terwijl je dikker was en wat zwaarder was, misschien beter uitzag als dat je nu 5 kilo en nog een keer 5 kilo bent verloren. In totaal dus 10 kilo lichter. Waarom? Er is namelijk een vrij grote kans dat die 5 kilo vet en 5 kilo spiermassa, dat de 5 kilo spiermassa jouw vet in vorm hield. Neem de persoon die je nu in beeld ziet als voorbeeld. In beide van deze foto's weegt deze dame 81 kilo. Alleen in de rechterfoto heeft ze aanzienlijk meer spiermassa, waardoor ze er veel beter uitziet met hetzelfde gewicht. Nu is natuurlijk de hamvraag: hoe vaak moet je sporten om geen spiermassa te verliezen? Komt-ie! Mits je goed eet en je een goed trainingsschema hebt of volgt, zou ik zeggen train minimaal 3 tot 4 keer per week, afhankelijk van wat je doelen zijn. Je zou kunnen zeggen ik train 3,5 keer per week, dus om de dag. Wat ik, dat is mijn persoonlijke mening, het persoonlijkste vind ik, 3 dagen per week krachttraining en dan nog een dag per week een beetje cardio training of rust als je dat nodig hebt. Wat ik achter mij heb getekend ga ik even heel kort en bondig uitleggen om even een voorbeeld te schetsen. Hier aan de linkerzijde, in de verticale zijde, hebben wij het aantal vetkilo's, min 2, min 4, min 6 kilo. Horizontaal spiermassa, 2, 4, 6 kilo. Wat we natuurlijk willen hebben en is natuurlijk zoveel mogelijk vet verliezen. De kans dat wanneer jij eens in de week gaat sporten of eens in de week gaat trainen, is de kans dat we de blauwe lijn gaan volgen aanzienlijk groter. Aan het einde van het verhaal hebben wij dus min 6 kilo spiermassa en min 4 kilo vetmassa. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Je bent in totaal 10 kilo afgevallen, maar het merendeel daarvan is spier. Dat willen we natuurlijk absoluut niet hebben. Wat we willen hebben is natuurlijk zoveel mogelijk vetverlies, dus de groene lijn, en zo min mogelijk spiermassa verlies. Dus wanneer jij 6 kilo vet verliest, je 1 kilo spiermassa kwijt bent geraakt, dat is goed, dat willen we hebben. Om mijn punt nog wat duidelijker te maken, heb ik achter op het bord heb ik nog wat getekend. Stel je voor, jij bent een gemiddeld man, vrouw en je hebt 40 kilo aan spiermassa. Hieronder heb ik 39, 38, etc. aflopend. Hier, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. 1 week cyclus. Stel je voor, jij hebt een fatsoenlijk goed schema. Je deadlift, je bankdrukt, je squat, etc. Je traint je hele lichaam. En op maandag train je je lichaam. Op dinsdag moet je lichaam herstellen. Je voelt je niet misschien wel lekker, maar je voelt je een beetje down, een beetje zwaar, een beetje spierpijn. Iedereen kent het wel. Op woensdag geef je jouw lichaam weer een reden om al die spiermassa aan te spreken, want je traint 3-4 keer in de week. Dus jouw lichaam denkt, mooi, ik heb die 40 kilo spiermassa, heb ik echt nodig. Daarna voel je weer hetzelfde, wat minder. En dan daarna begin je, die dag daarna begin je weer met trainen. Geef je lichaam weer een reden om die spiermassa te behouden. Stel je voor, jij zou dat niet doen. Dan train je dus, of je traint eens in de week, sorry. Stel je begint op een maandag, je traint, je voelt je wat minder. Je lichaam herstelt zich daarna. Maar daarna krijgt het geen nieuwe prikkel, geen nieuwe stimulus om die spiermassa te behouden. Dus langzamerhand, dit is natuurlijk een wat extreem voorbeeld, maar langzamerhand ga je dus naar die 39 kilo toe. Dat is week 1. Week 2 gaat zich weer herhalen. Week 3 gaat zich daarna weer herhalen, etc. Jouw lichaam denkt, oké, ik heb dat 3, misschien 4 maal per week heb ik dat nodig, dus ik ga dat ook bewaren. En of ik nou 30 kilo vet aan mijn buik heb hangen, of 20 kilo vet aan mijn buik heb hangen. Je lichaam maakt het niet zo heel veel uit of daar 20 of 30 kilo hangt. Daar kan best wel wat vanaf, terwijl je die spiermassa echt nodig hebt omdat je traint. Ik heb de grafiek aangepast voor spiermassa.
kort en bondig. Stel je voor, maandag, exact dezelfde situatie als daarnet. Stel je voor, jij hebt maandag 40 kilo aan spiermassa. Je gaat weer trainen, je voelt je wat minder lekker. Daarna voel je weer lekker, je eet lekker veel, je bent hersteld. Heb je iets wat meer spiermassa. Daarna ga je weer trainen, etc. En zo gaan we door totdat we bij die 41 kilo aankomen. Dit gaat natuurlijk vanzelfsprekend niet in een week, maar het gaat om het principe. We willen natuurlijk continu overloaden, zodat we meer en meer en meer spiermassa krijgen en beter en sterker worden. Stel je voor, je traint alleen op de maandag. Je geeft je lichaam die klap. Hij voelt zich niet zo lekker. Hij moet zich herstellen. Daarna herstelt het. Kan het meer? Heeft het meer spiermassa? En dan vervolgens train je een hele week niet, doe je er niks mee. Wat gebeurt er daarna? Je hebt exact weer die 40 kilo spiermassa. Daarna krijg je die piek weer en gaat weer door. Wat ik hier achter me uitleg is natuurlijk wel heel kort en bondig. Je kunt natuurlijk best met 1 maal per week wel iets bereiken. Maar om nou te zeggen serieuze kracht, serieuze spiermassa. Nee, als je er echt voor wil gaan, nee, eigenlijk niet. Dat gaat gewoon niet werken. 2 keer per week is al wat minimaal. Zou wel kunnen, maar 3 tot 4 keer per week voor kracht, voor spiermassa is echt wel de beste optie. Nu wilde ik nog eenzelfde voorbeeldje gaan tekenen voor kracht, maar ik denk dat mijn punt wel duidelijk is. Stel je voor, je bankdrukt 40 kilo en je wilt 41 kilo bankdrukken of 42 kilo bankdrukken. Gaat natuurlijk precies hetzelfde principe op. Je doet dit eens in de week, je kan naar 41 en vervolgens doe je in de week niks. Eindig je weer op 40. Het is natuurlijk best 3 keer per week. Net die 40,5, naar 41, naar 42, etc. En zo doorgaan. Oké, het mag duidelijk zijn. 3 tot 4 keer per week trainen is gewoon de beste optie. Maar, als jullie mijn kanaal kennen. Total Strength, lichaam en geest. Daar gaat het om, dus daar wil ik wat aan toevoegen. 168. Bij sommige mensen gaat er misschien nu een lampje branden. 168 uur. Zoveel uur zit er in 1 week. Misschien raad je al waar ik naartoe wilt. Stel je voor, je traint 1 uurtje per week en je doet je stinkende best. Wat is 1 uur op 168 uur? Niks, minder als 1%. Stel je voor, je bent 3 uur per week flink bezig, goed bezig. Hoe kom je dan op? 2%, misschien iets meer? Is in principe eigenlijk helemaal niets. Maar daar gaat het in het fitnessgebeuren, in de levensstijl aanleren, gaat het ook niet om. Het gaat om die kleine stapjes. Het gaat erom dat wanneer je buiten de sportschool bent en buiten dat uurtje of 3 uurtjes of 4 uurtjes per week dat je aan het trainen bent, je slimme en handige beslissingen maakt. Denk na voordat je boodschappen gaat doen. Kijk wat van mijn video's. Als je je avondeten opschept, neem even een schepje minder, etc. Waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk? Heel veel mensen willen alles nu, het liefst eigenlijk gisteren. Maar je kan wel nu alles haast en snel willen. En dat is natuurlijk hartstikke goed. En het is hartstikke leuk als iemand gemotiveerd is en er vol voor wilt gaan, etc. Alleen, je wil niet dit jaar bijvoorbeeld 20 kilo afvallen en dan volgend jaar alles weer aankomen. Of dit jaar 5, 10 kilo spiermassa winnen en dan volgend jaar erop niks winnen. Of misschien zelfs alweer alles verliezen. Het gaat om die kleine goede stapjes maken. Op dezelfde manier dat je je spieren 3 tot 4 keer in de week gaat trainen, kan je ook je hoofd natuurlijk trainen. Je leert wat minder te smeren. Je leert net even extra te pushen bij die ene herhaling. Net even wat meer doorzettingsvermogen. Op dagen dat je geen zin hebt om te trainen, ga je toch trainen. Dat is ook leren. Dat is ook progressie maken. En het hele mooie aan dit hele verhaal is, je lichaam die geeft jou een beloning daarvoor. Die geeft jou serotonine. Je wordt vrolijk van dat hormoon. Dat kennen jullie vast wel. Je wordt er vrolijk van. Je krijgt er een soort van high van. Je hebt overal zin in. En daarna maakt het lichaam ook nog eens een keer dopamine aan. Dus je wordt er ook nog eens een keer verslaafd aan. Dus je lichaam zorgt ervoor dat je het sporten leuk gaat vinden. En dat je er ook nog eens een keer verslaafd aan raakt. Zo dom is je lichaam nog niet. Of wel? Tot volgende week.